Beste kijkers, welkom bij een nieuwe vlog. Zelf ben ik zo nu en dan wel eens in de sportschool te vinden om wat gewichten door het dak heen te gooien. Maar vandaag ga ik kennis maken met een echte krachtpatser, namelijk een Nederlands kampioen gewichtheffen en die komt uit Os. Wie ben je? Ik ben Danique Guit-Schepens. Hoe oud ben je? 32 jaar. En vertel eens, welke sport doe jij? Ik doe gewichtheffen. En je hebt een unieke prestatie geleverd? Yes, ik ben afgelopen maart Nederlands kampioen geworden in de gewichtklasse 87+. Dat is niet voor de eerste keer volgens mij? Nee, daar ben ik al, heb ik al 4 jaar, die titel. Dus, ja. En ja, nog 2 keer in Bosnië wedstrijd gedraaid. En die heb ik in mijn gewichtklasse ook gewonnen. Hoeveel uur training, arbeid zit er hier in de week nou ongeveer in om dit gewicht te kunnen halen? Ik train 5 keer in de week en doe ik natuurlijk lekker thuis. En elke sessie duurt zeker 2,5 uur, soms wel 3 uur. Dus ja, dan zit je toch al aan gauw 10 tot 14, 15 uur. Topsport. Ja. Danique, het is tijd om mij aan het werk te zetten. Yes. Ik geef het op. Ik denk niet dat je een bar omhoog krijgt. Nee. Ja, ik heb net bij de intro trouwens ook verteld. Ik hobbel wel eens in de sportschool rond. En dan doe je hele statische oefeningen, bij wijze van. Maar dit is echt techniek. Ja. En nou ondervind ik eigenlijk zelf wel dat ja, je allemaal dat hartstikke leuk is in de sportschool, dingen omhoog. Maar dat dit wel echt iets totaal anders is. Ja. Het is echt heel technisch. Heel technisch. Ja. En de snatch is daarbij nog veel technischer dan een clean and jerk. En des te knapper eigenlijk wat jouw prestatie is. Ja. afrondend. Waar zien we jou wellicht de komende periode nog op de hoogste plekje staan? In december is het, is het NK weer. Omdat volgend jaar natuurlijk de Olympische Spelen zijn. Dus alle wedstrijden zijn naar voren gehaald. En dan is het EK in februari waar we voor gaan. En ja, ik hoop toch ook nog de WK te kunnen halen. Dus dat is eigenlijk al mijn allergrootste doel en mijn grootste droom. Kijk, de Olympische Spelen, daar ga ik niet meer halen. Dat was wel altijd een hele grote droom van me. Maar ja, corona, je staat stil, er zijn geen wedstrijden. Dus je hebt 2 jaar eigenlijk stilgestaan. Kijk, ik ben natuurlijk 32... dus het moet reëel zijn. Olympische Spelen, daar gaat het me gewoon niet worden. Maar een WK halen, dat staat wel ook bovenaan mijn lijstje. Ja. We gaan jou sowieso in de gaten houden, Danique. Zeker. Dankjewel voor jouw introductie en heel veel succes met jouw pad richting succes, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Superleuk dat jullie er waren. Tot de volgende vlog. Doei doei!